Stef Peters, wat een wedstrijd, hè? Ja, ik denk een heel mooie wedstrijd voor ons, voor de supporters en voor de club STVV. Ja, op een bepaald moment ging het wel heel snel. Na 20 minuten stonden we al 3-0 voor. Wat doet het met een ploeg? Ja, dat geeft vertrouwen. Hè. Het zal ook bij de andere ploeg mentaal en weer tegenovergestelde doen. En ja, dan speelt je met vertrouwen en dat is leuk voetbal. Er was ook veel volk, vond ik. Dus ja, het was een mooie avond. Groeit dat vertrouwen naarmate dat die doelpunten vallen? Of denken jullie op den duur toch, we gaan ons een beetje inhouden en onze tegenstander sparen? Gewoon vertrouwen was er wel de afgelopen week, omdat we 4 keer achter elkaar winnen. En ja, de tegenstander sparen, dat zit er, of ja, daar houden we niet echt rekening mee, omdat we vooral aan onszelf kijken. En de coach eist dat we tot de 90ste minuut, of heeft ook een rust aangegeven, dat we tot het einde gewoon moeten de normale dingen uitvoeren. En ja, oké, dan zat er blijkbaar vandaag een 7-0. En nu die lang verwachte finale tegen Genk, wat verwachten jullie van die wedstrijd? Ja, heel moeilijke wedstrijd. Het zal heel anders zijn dan vandaag. En Genk is op dit moment de best voetballende ploeg in België, in mijn ogen. En ze zitten ook in bloedvorm, dus ze zijn de grote favoriet. En het zal zeker niet makkelijk worden.